welkom bij een nieuwe vlog van Bolstar. Ik moet eens een keer gaan pakken. Pak jij de karrel? Dat die boterspoel hebben. Weet daar. Ik denk dat we allebei een karrel moeten pakken, denk ik. Ik weet het niet. Dan ga ik volgende keer een moment af. Per winkel. Dus we weten het niet. Maar we gaan gewoon binnen. Om eens te kijken. Als het daar of daar. De kar. Die we dan gaan toch ook naar daar voor te pakken. Dat is wel mooi, hè? Wat kosten ze? Ik heb een leeuw of zo. Ik heb de film erop. Dat weet ik niet. 2,95 euro. Vertel het eens, wat zoek je? Een plompot, ja, die niet makkelijk kan breken. Ik wil ze allemaal met glas zijn. Dat zijn de bloemetjes die we nu al hebben uitgekozen. Dat is heel goed. Goed. Mooi, hè? Je moet dus eens vragen aan iemand die idee komt straks. Heel mooi bloemen. Dat vind ik ook wel mooi. Kijk. Mooi. Dit is gewoon prachtig. Daar loopt hij trouwens. Plastic, dat is veel beter. Waarom we een plastieke pot moeten hebben, mensen, is heel simpel. De glazen pot, als er maar wind is, dan gaat het kapot. Ja, een plastieke pot kan natuurlijk nog gaan wegvliegen, dat is ook waar, maar... Allez, ja. Ik zou wel wat meer kleur pakken als ik van jou was, je toch iets pakt, kleur. Maar mama houdt nogal van kleur namelijk. Hè. Het is voor het beste, hè. Allee, als dat niet te veel kost, hè. Dan mag het ook het wit zijn. Ik ga me niet bemoeien, maar ik was het gewoon. Maar kijk hoe mooie potjes er allemaal staan. Kijk, nu heb je er ook nog. Deze zijn glazen potjes, dus je zegt van ik wil die in het glas. Trouwens, niet gesponsord trouwens. Als er spons was, dan hadden we veel meer gepakt. Je hebt je bril niet op? Nee, die kan toch wel, was een lekker. Ah. Dit zijn de bloemetjes die al gekozen zijn. Mooi. Ik had dat erin. Dat is gewoon voor een nieuwe te zetten. Oké. Okay. Dan lopen we nu hier buiten. Dat is echt zo'n heel ding dat we hier hebben. Daar kunnen we ook echt heel veel dingen kiezen en doen. Zeg dat tegen de Kenny, we hebben een anjer. Zou ik wel willen hebben eigenlijk. Dat is wel heel mooi eigenlijk. Hier heb je heel veel verschillende planten, bomen eigenlijk. En dat is wel leuk eigenlijk om te kunnen kiezen. Dus dat is hier eigenlijk heel mooi. We gaan terug naar binnen. Zo, ja, hij moet een beetje oppassen. Ja, we hebben elk een kar gepakt omdat we dat toch beter vonden. Dat stond er niet echt bij, of dat je nu een kar moest pakken voor twee. We dachten, we doen dat gewoon. Dan zijn we tenminste zeker. Maar ja, hier zit natuurlijk niks in, want alles zat bij hem in de kar. Dus dat is stem eigenlijk. Dus... Maar dat maakt het wel grappig.
Ik had de camera meestal zo rond, omdat... En dan hebben de mensen die achter u wandelen, staan er op beeld en iedereen heeft dat graag, dat die in beeld komt. Je hebt mensen dat wel graag hebben. Dat is ook nog wel een mooie kleur. Die hebben ze ook in het rood, denk ik. Kijk, er zijn ook allemaal nog bloemetjes. Die zijn nog goed nat. Ja, maar hoe gaan we een prijs opkomen? Of kun je nog niet? De prijs? Nee, de morgen. Ik zal het niet meten. Zou je hier niet de prijs opzetten? Dan weet ik het ook. Zo. We zijn uit de winkel. We hebben gekocht wat we moeten kopen. Hier staan ze, de bloemetjes. Die wij zo goed kunnen zien. Staan ze dus. Dit zijn ze. Dat is wel wind, maar dat valt wel niet. Zo. Hier. We zijn aangekomen aan het kerkhof. Mijn fiets zat daar. En zijn fiets zat hier. Kunnen laten staan. Ook kan ik het ook niet wegwaaien. Maar als je dat zo opzet, dan maakt dat meestal weg. En als je hier wel heel hard stond. Die mensen hebben ook niet veel geluk gehad daar met de bloed. Het is allemaal glas dat er ligt. Je kunt dat misschien niet goed zien, maar ik zie dat wel. Dat is allemaal glas. Dus het plant die dan erin. Het is bijna een jaar geleden. Daar staan we weer. Ik hoor je niet meer wat. Nee. Ik kan er maar zo. Wat zal ik maar doen? Het is jam. Van de zee was kwaliteit. Het is bijna een jaar, mensen, dus het is op 3 april. Het blok gaat binnenkort tot de AG, wat een jaar geleden is. Dus, maar zo'n ding leeft eigenlijk nog heel lang, eigenlijk, de waaier. Iemand heeft echt die plant zo, echt zo heel ver. Van aan die andere planten gezet. Ja, dat echt doen. Volgens mij ook gewoon. Iemand heeft er. Zo. Allee, ja, die stond zo echt zo ver weg, vond ik. Ik wil dat iemand anders het weggegooid is. Dat kan ook, maar ja, maakt dan niet uit. Hè. En dus ja. Ik heb het gevoel dat we tegenwoordig heel veel geluk hebben eigenlijk. Ik weet niet hoe het komt, maar ik denk dat het van hierboven komt. Zoals ik met de KDO-auditie erdoor, veel meer nieuwe mensen leren kennen. Dat kan niet anders. Dat is wel gemakkelijk. Ja, de mensen doen juist tegen de camera. Daar heb ik draadjes, dat is gemakkelijk. En nu gaan we naar oma. Opa zijn. Eigenlijk, dat is een beetje het zicht. Van opa en oma. Dus
dus en dan weten we dat we naar daar moeten. Dus ja. We zijn hier voor de bloemetjes. Dit is oma niet lekker grappig voor me. Iedereen. En geen soort bloemetjes. Gaan we het nog horen? Misschien kunnen ze nog. Dat zijn de bloemetjes die hier staan. In mijn schijt ook iets bloemen, maar mee dat vind ik. Eigenlijk is alles goed hierboven. Dat beestje daar van mee. Dus we gaan eens vertrekken. Blablabla. En dit leuke video, vergeet dan niet te liken, te abonneren en balken aan terug voor meer video's.